Pieter Weining met de ritzegen in de Giro. Friesland Boppen, knap gedaan. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes. Ga je de fietsstok erop zetten? We gaan hem krekken weer, ja. Hoeveel kilometer? We gaan 60 kilometer in. Nou, hoe weer? Ja, dat weer prima. Hartstikke leuk. Hier lekker bij, maar dat weer hartstikke mooi. Kom hier in wij? Met de Zwaarbesteinde, de Westereen. Dus je maakt nou nog even naar hoe? Ja, 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 zeker weten. Jo, ben de sfeermaker, heb je? Nou, ik ben wat een nestor, hè. Ja, maar jo, ben ik de oudste, hè? Ja, ik ben de nestor. Maar ja. We hier wel wat pech, want de biotjes wie in Garibfjord. Dus wie in het spoor wat bijsteren, maar wie had we red. Plaspauze hebben we wat gewoon samen, maar twee keer lekker eten. Maar we hier gelukkig hier een bierhuis, die had het even voor ons opknapt. Ja, dat maak je wel uit de broek, dat door de heren net, hè? Die door gewoon onderwijs. Nee, dat is echt, wie moet er echt even daar iets op uitvinden, hè? Ja? Dat is nog iets voor de toekomst, dat de vrouw en ik gewoon terug fietsen kennen. Dit jouw fiets? Dit is mijn fiets. Hij dit is mijn de fiets. De stroomlijn doet. Ja, hij had al op de wijze ook fietst. Is het weer? Ja. Alleen nog om met jou erop. Mij niet erop. Wieke wij ook wit, maar ik ga het redden. 100% weer. Nou dames, komt er nog wat van? Wat gaat er gebeuren, meneer? Je gaat om de medaille, toch? Ja, sorry, deze zijn al onze medailles op. Oh ja, die zeg ik even. Die is je actie en hoe handig je? Dan kunnen we dat maar even filmen. Dank je wel, hè. Doe die, hè. Dankjewel. Als eerste, ben je eerst? Kopper, Dian, keuren. Dankjewel, hè. Super. Nou, dankjewel, meneer. À bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur. Je zit in organisatie? Nee, ja, een beetje. Ik help een beetje hem, een beetje vrijwilligerswerk, een beetje verkeerde regelen. En mij voororganiseren, we hadden tekeningen even maken. Dus dat soort dingen. Nou, je was zelf een mooie fiets vrouw. Jazeker. Wie kan er op komen, zeker. Wie kan eruit naaien? Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet. Ik ga fietsen. Ja, 60 kilometer? Ik ga 60 kilometer fietsen. En, goed wat? Ik heb juist de mijn fiets weer uit de hek weghalen. Ik heb een eer stilstingen naar de vorige Pieter Weining Classic. En dan mag ik net ontvreden worden. Ja. Dus ik ga lekker fietsen. Maar je trainen net een grote begrip ik wel. Ik train net voor het fietsen in ieder geval. Ik doe één keer in de week een aan de uur lopen. Verder ben ik voetbaltrainer en ja, ik heb mijn basisconditie is vrij goed. Alleen een fietsen één keer in de jaar, alleen een Pieter Weining Classic. Voetbaltrainer van wat? Voorste tillen. De jeugd onder een jongetje. Toen de tijd komt voor de eerste zeg maar. Nou. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat. Ik ga de jeugd net mee, maar dan wil daar komt stoppen. Dus, we hebben een mooi tijd beleven hier in Rustenveen. En het is de jongen even naar de wielerronde toe. Wie uw naam? Kees Westerhout. Dankjewel. Ik ga het van jou graag in. Nou, wat is een succes, hè jongens? Het is prachtig, geweldig. Mooie deelname, prachtige meesten in Veen. Fantastisch waar, we volgen nog meer als organisatie. Had je enig idee hoeveel deelnemers? Ik was echt net de sezen. We hier al een record qua aantal varingskroegen. En Femiane Betiert, var 8. Ik denk Moeres Jelwe 8. Er stonden er al een stuk of 100 meesten die om 8 uur voor het voetkoen. Dus we hebben ze op de extra tijd voor je in lid, omdat het staat er ook weer. Je had een mooie medaille om. Ja, zeker. Maar je had net echt een fietskleren om. Nee, ik heb zo gefietst. Oké. Ja. Je bent een amateur. Ik ben echt amateur. Ja. Hoeveel kilometer ga je op die manier? 40. 40? 40, ja. Fiets je ook vaak? Ja hoor, maar graag even fietsen. Ja, voor plezier. In je eentje of? Ja, met mijn eentje. Ja, dan kan ik zo hard als ik zelf wil. Hè. Op een gewone fiets? Op een gewone fiets. Of ja. Op elektrisch? Die met elektrisch ondersteunen. Ah, ja. Mijn net van Pieter Weening, hè? Ja. Je meent oh, dat maakt dat niet. Nee, mijn net. Nou, ik doe het wel. Mijn eigen krachtman. Ja. Nee, hè, onzin. Ja. Nou, gelukkig met jouw ja, dankjewel. Met jouw mooie medaille. Ja, mooi.
Ja. Het fietsen is wel een beetje in opspraak, hè, die tourfietsers. Ze stoten overal de dikke hoor. Ach, hier in Vensterwielerwijk, dan proberen we ook nog wat om voorlichting te doen. We hier in Aron en Waas, hier heb ik de Kids Day. En dat ben ik proberen te onderwijzen wat betreft de derde hoek van vrachtauto's en dat soort dingen. Dus ja, daar kun je ook wel een heel soort van natuurlijk. Veiligheid voorop. En, maar plezier is ook super belangrijk. Meneer, je bent van man bij het hoofd, maar dat bezit niet meer toch? Nee, dat is nu een maandblad geworden. Dus, en ik ben dus met toch twee andere collega's voor de regio Zuidveen-Hagema. Ik ben net terug van de tocht. Hoeveel kilometer heeft u gedaan? Ik heb 100 gedaan vandaag. Oké, doet u dat vaker? Of, Ja, wel vaker 100 of 150 inderdaad. Waar kom je vandaan? Uit Kruidingen. Quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin. Wat haal je erbij, joh? Een douweklok? Ja, een douweklok. Wat is de connectie met fietsen dan? De connectie met fietsen is dat vroeger moesten de douwen thuis wie dan hier in een fietsen staan en die ging dan zo snel mogelijk met de gummering naar de klok daar. Ja, en zo hebben we dat Joerd hebben ik het evenement fietsen. En zo hebben we het fietsen zoals vroeger gong bij de Doon hebben we verbonden om dit wielerevenement. Wat is dat met zo'n rustenveen, jongen, dat het zo'n fiets is? Het zit hier in de ene bij de meesten. Het is natuurlijk tien jaar dat je fiets wordt sinds 82 de profronde. En ook sinds zo'n tol weer alweer de Pieter Weening Classic. En dat doet maar groeien qua deelnemers. Ga je vreden een beetje rondvreden. Mensen fietsen ook weer prachtig, hè? Ja, het is het, fietsen is natuurlijk super populair. De Nederlanders dat fantastisch in de Giro en in de Tour. En het lukt die Zuidveen altijd weer om een grote renners naar het noord te halen. En dat in combinatie met dat de fietsen een heel boot leeft hier. Ja, kun je dit soort evenementen snel zetten. Ik ben bezig met, we zijn bezig met het postdoen van de morgen. Aha. En dat is een formulier die erbij is om het te organiseren. Je bent doen dan? Ja. Geen fietsen dan? Ik? Nee? Ja, zeker. Ik nog? Ja. Ik ben er naar toe geweest. Als die jongen ergens erop in Bordeaux, dan kom je op dezelfde tip. Dan kom ik voor thuis. Je bent aan de banaan. Ja, heerlijk even naar je tier, naar zo'n inspanning. Hoeveel kilometer had je niet? Het weer 100 kilometer, 106 kilometer fiets. En nou aan de banaan? Nou even aan de banaan, even wat voeding we hebben, Harry. Ja, ik ken heel goed met mijn vrouw en die vindt dat prima. Maar toen ben ik zagen rijden en dan zei ze, ga maar te fietsen. En vind je vrouw dit goed dat je fietsen? Ja, tot op zekere hoogte, hè? Ja, die vrouw wil niet met ons. Nee, nou ja, schat, wij zijn dieseltjes. En wij zitten gemiddeld 3,5 uur per keer op de fiets. Dus dan mag je maar zeggen, dat is 16 uur in de week. Fietsen is een hobby. Ja. Was wielrennen worden? Ja, bo. Hij is wat schaatsen. Hè? Schaatsen? Ja. Is meer een hutrieder? Ja. Hey Tommy. Hey Paulus. Hoi. Ben je ook hutrieder? Nee. Andries. Nee, het meer. Vroeger wel fietsen en rieden, maar nou nog alleen voor de hobby. Ja. Zou je het mooi vinden dat jouw zoon letter zijn beroep maken van fietsen naar hutrieden? Ja, dat zou ik wel mooi vinden, ja. En zit dat er ik in? Hij is wel heel goed bezig, dus wat dat betreft in de wol op koeien. Dan mag je me goed onder druk zetten dan? Nee, maar eerst vanuit het plezier komen. Met de sweeper erachteraan? Nee, dat doen we. Je maakt er nou nog van start? Ik maak nu nog van start. Je bent led, uitslept zeker? We gaan uitslept, we zijn juist led. En wie hier eerst besluit om de 60 te doen, maar we doen nog de 40, omdat we led binnen. Nou, succes ermee. Dankjewel. Zullen jullie een bier, meneer? Ja, ik zal een bier, ja. Ja, dat jij net bij sport, hè? Gaan we vertellen, hè? Ja, dat jij net bij sport, toch? Ja, zeker. Nou, hoor en wel. Ja, dat ben ik. Ben je nou alweer thuis dan? Meneer? Wat zijn je? Ben je nou alweer thuis dan? Hoeveel kilometer ga je doen? Ja, ik heb 60 kilometer. Mijn zoon hier. Dit is de zoon? Ja. Ja, die is nog in 18, toch? Die mij nog in bier had, toch? Ja, die 18, hè? Weer een mooie fiets, toch? Ja hoor. Ja, ik heb volle plakken zo'n week nog naar Delwest. Wie heet in veel zeker? In veel? Waar stukje? Daar heb je Saruus en Bord. Dit
zit daar net op, hè? Nee, maar 160 kilometer in de benen, dan moet je even uitfietsen. Doen ze op televisie ook altijd. Ja, maar ja, we zijn maar amateurs, toch? Ja, maar toch. Meer bewegen achter het bureau willen wij promoten. Maar als je achter het bureau zit, dan moet je zo achter een bureau zitten. Mij opgehouden. Nee, meer beweging over de dag. We zitten al zoveel, hè? Dit kunnen we net serieus nemen. Zo kun je net achter het bureau zitten. Zo kun je echt werken achter het bureau. Je bent ook nog productiever. Het is beter voor het geest. Dus ik zou tegen de mensen zeggen, probeer het dus. Maar dan mag ik wel een masseur erbij hebben die dan even om het oor even delft. Nee, het gaat niet om hard fietsen, het gaat juist om de beweging maken. Het is goed voor je bloedsomloop, goed voor je afvalstoffen. Dus dat heeft echt wel een achterliggende gedachte. Hey, hoe ik fiets, meneer? Nee, wie mag dat fietsen? Ja. Ik heb een lijst toch? Nee, wie voor 150 kilometer op kent? Nou nog? Ja, dat moet je kennen ook. Oké. Nee, Vierik, ja? Ja, dat is toch een elektrische fiets, zeker? Ja. Ja, zo ken ik. Zo Pieter Wenning dat wel mooi vinden. Ja, hoor, ja. Op elektrische fiets. Ja, hoor, ja. Pieter wist, die ken me heel goed. En die zou zeggen, dat is hartstikke mooi dat ik dat fiets. En waar ken je Pieter van dan? Ik heb Pieter in de klas gehad vroeger. In de klas gehad? Ja. Je bent kwammaster. Juist. En ik alle weenetjes in de klas gehad. En mij ook gehad. En wie het altijd mooiste, Pieter Wening had daar nooit op een fiets op Squallen West. Men bracht hem allemaal aan. Van zijn tofste had er dan nooit een fiets jongen. Kon Pieter een beetje leren? Pieter wie wel een huddenwerker, maar wie net echt een leerder net. Maar wie een doener. Ja. En nu zijn huishouden kwam er echt. En joh, wist toen ik al wel dat het een hutfietser werd zoeken? Nee, zie het hier geen sportiviteit in Pieter net. Is het weer? Nee, zie het geen sportiviteit in, zie het geen fietser in, zie het een voetballer in, dat wie van al je neer. Wie jou net zijn inspirator? Nee, ik ben net zijn inspirator. Ik heb Pieter heel mooi in de klas gehad en het wie een hele lieve ben, alle jaren van Wening, het wie een hele mogelijke huishouden. Maar nee, dat zie het geen sport op dat moment in de man. La bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.